Het is aan kop van het veld. Most Wanted PK. Op de tweede plaats Maverick. En aan de binnenzijde Mr. T. Starlake. Aan de buitenzijde inmiddels Mr. Vredebest als ideale gangmaker voor Montoya Transair. En dat zijn dan de voorste paarden. Aan de binnenzijde ligt Majestic er goed bij met zijn startnummer 10. En we zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. Met nog altijd Most Wanted PK. Een beetje een vergeten paard. Maar dat zou wel eens duur kunnen zijn. Heeft de leiding. Op de tweede plaats staat Maverick. En aan de buitenzijde komt er wat reactie in het veld. Enkele paarden benutten. Derde spoor om positie te verbeteren. En de koploper Most Wanted PK begint zo langzamerhand onder druk te komen van paard nummer 6, Mr. Vredebest. Wijd aan de buitenzijde, Mistral. Ja, aan de binnenkant loopt de Maverick geen meter te veel. Montoya Transair goed daarbij. Geldt ook voor Mr. T. Starlake. En aan de buitenzijde ook voor paard nummer 5, Mats Schermen en Majestic. En we komen in de laatste rechte lijn. En daar laat Jeffrey Miras zijn Mistral los. Heeft inmiddels aan de buitenzijde samen met Mr. Vredebest de leiding overgenomen. Maverick komt vrij met Bas Krebas. En daarachter loopt heel onopvallend Majestic met Misha Brouwer. Een droomkoers. We komen in de laatste rechte lijn. En het is aan de kop van het veld inmiddels. Mistral, maar die krijgt een aanval van Maverick. Kijk naar Majestic. Komt weer een nieuwe derby contender bij. Maar het is Maverick aan de buitenzijde van Mistral. Maar het is Mistral aan de binnenzijde met een neusje. Mistral en Maverick in een foto. Op de derde plaats Majestic voor Mr. T. Starlake. De aankomstrechter heeft het laatste woord. Dit scheelt hooguit een spel, de knop, Kees. We komen in die laatste meters. Bas Krebas. Ja? Dat millimeter. Vind ik overtuigd wat je zegt. Millimeter. Dit zou nou wel eens een keer de binnenkant kunnen zijn. Het is niet te zien. Maar met elk ander startnummer Mistral. Ja, niet normaal. Nee. Geef 20 meter. Majestic, hè? Wie zei ik dat de derde zou worden aan het plafond? Ja. Majestic. Die is 3? Ja hoor. De film is bekeken, dames en heren. En we hebben een dead heat op de eerste plaats. Tussen de nummers 3 Maverick en de 8 Mistral. Dead heat. Geen verschil waarneembaar. Beide paarden winnen. Derde wordt de 10 Majestic. Vierde de 1 Mr. T. Starlake. Vijfde de 6 Mr. Vredebest. 3, 8, 10, 1, 6. 8, 3, 10, 1, 6. Dat wordt weldra officieel. De winnende tijd voor beide winnaars. 1, 15, 7. Nou Kees, je kan los. Twee winnaars. Heerlijk. Bas Krebas, dead heat, had je niet gedacht? Nee, ik ben heel blij mee. Ik denk, red het net niet, kon net niet halen. Dat kan een hele lange rechte lijn hebben. Maar ja, nee, Mary loopt super, ik ben super content. Je wint allebei de selecties, want er komt gewoon een eentje achter de naam te staan. Ja, dat is werkelijk. Kom maar, hij is fantastisch. En we laten neef Hans invliegen om deze te rijden, dat is heel leuk. Ga lekker voorrijden en succes verder. De laatste serie is inmiddels... geweest. U kunt een handen, dames en heren, voor twee winnaars. Ik denk dat het niet vaak gebeurd is in de geschiedenis. Ook Bas ze bosbloemen. En die twee winnaars zijn de 3 Maverick en de 8 Mistral. En Bas die verlaat de piste. Doet ze eerronde niet. Dat mag. Hij is gelukkig wel door de doordravertjes op de gevoelige plaat gelegd. Nog 150 meter. ...150 meter nog. Start en Jeffrey Miras kiest eieren voor zijn geld. Hij heeft de plas ontweken, begint als laatste aan het karwei met nummer 8... ...en na de start wordt de leiding genomen door Maverick. Maverick, Missokanje maakt de fout. Patrick Daan, zijn derby in gevaar. Heeft een serieuze galopade en we gaan op weg naar de eerste bocht. En het is Maverick aan de kop. Op de tweede plaats Mr. T. Starlake. Dan Mr. Vredebest. En uitgeschakeld daarachter... nummer 2 galop. Volgt dan Majestic. En achter Majestic aan de buitenzijde de tussenaanval van paard nummer 7. Most Wanted PK. Hij heeft er de handen vol aan, John Dekker. Maar het is wel een paard met verschrikkelijk veel loopvermogen. En die komt eens even kijken bij Bas Krebas of daar wat te halen valt. Het is Most Wanted PK aan de buitenkant die overneemt. Maverick op de tweede plaats. Dan Mr. T. Starlake. Krijgt een heerlijke koers van de vlieger. En dat zijn de voorste 3 met verder weg dan paard nummer 6. Mr. Vredebest. Dan de 10. En dat is Majestic. En aan de buitenzijde komt Montoya Transair en die wordt de ideale gangmaker van paard nummer 8 Mistral. Uiteindelijk heeft Jeffrey dat prima gedaan. En herhaling uitgeschakeld nummer 2
Nummer 2, galop. De 5, Mats Schermer voor paardnummer 9, Masters Find. En dat zijn de paarden die nog in de strijd zijn voor een ticket naar de derby. Het is aan kop van het veld. Most Wanted PK. Op de tweede plaats Maverick. En aan de binnenzijde Mr. T. Starlake. Aan de buitenzijde inmiddels Mr. Vredebest als ideale gangmaker voor Montoya Transair. En dat zijn dan de voorste paarden. Aan de binnenzijde ligt Majestic er goed bij met zijn startnummer 10. En we zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. Met nog altijd Most Wanted PK. Een beetje een vergeten paard. Maar dat zou wel eens duur kunnen zijn. Heeft de leiding op de tweede plaats dan Maverick. En aan de buitenzijde komt er wat reactie in het veld. Enkele paarden benutten. Derde spoor om positie te verbeteren. En de koploper Most Wanted PK begint zo langzamerhand onder druk te komen van paard nummer 6, Mr. Vredebest. Wijd aan de buitenzijde, Mistral. Ja, aan de binnenkant loopt de Maverick geen meter te veel. Montoya Transair goed daarbij. Geldt ook voor Mr. T. Starlake. En aan de buitenzijde ook voor paard nummer 5, Mats Schermer en Majestic. En we komen in de laatste rechte lijn. En daar laat Jeffrey Miras zijn Mistral los. Heeft inmiddels aan de buitenzijde samen met Mr. Vredebest de leiding overgenomen. Maverick komt vrij met Bas Krebas. En daarachter loopt heel onopvallend Majestic met Misha Brouwer. Een droomkoers. We komen in de laatste rechte lijn. En het is aan de kop van het veld inmiddels. Mistral, maar die krijgt een aanval van Maverick. Kijk naar Majestic. Komt weer een nieuwe derby contender bij. Maar het is Maverick aan de buitenzijde van Mistral. Maar het is Mistral aan de binnenzijde met een neusje. Mistral en Maverick in een foto. Op de derde plaats Majestic voor Mr. T. Starlake. De aankomstrechter heeft het laatste woord. Dit scheelt hooguit een spel, de knop, Kees. We komen in die laatste meters. Bas Krebas. Ja? Dat millimeter. Vind ik overtuigd wat je zegt. Millimeter. Dit zou nou wel eens een keer de binnenkant kunnen zijn. Het is niet te zien. Maar met elk ander startnummer Mistral. Ja, niet normaal. Nee. Geef 20 meter. Majestic, hè? Wie zei ik dat de derde zou worden aan het plafond? Ja. Majestic. Die is 3? Ja hoor.